Heel ver, jongens. Oh, die heeft een heerlijk dutje gedaan. Jawel, papa. Slapen.nl is terug. Nieuwe korting op de website. Tot je morgen. Yes, blab, al mijn papa's en mijn mama's, het is je boy QC en ik wil jullie even een fijne kerst wensen. En buiten dat om natuurlijk ook alvast een gelukkig nieuwjaar. Maar ja, jongens, vandaag hebben we een nieuwe video en jullie zien het goed. Het is een Fortnite video. Ik denk dat velen van jullie geschokt zouden zijn en denken van what the fuck, zo lang geen Fortnite video meer. Maar jongens, ik wil jullie even een kerstcadeau geven. En zoals ik al een keertje in mijn vlog heb uitgelegd en op mijn Instagram, weten de meesten al dat ik een eigen pand krijg en er wordt een hele mancave. Daar ga ik al mijn opnames doen, van Fortnite tot alles erop en eraan. En dat wordt gewoon mijn eigen mancave waar ik gewoon elk moment van de dag toegang tot heb en waar ik elk moment gewoon kan opnemen. Maar ik wou dit eventjes aan jullie geven en ik hoop dat jullie gewoon gaan genieten van de video, man. Als je je afvraagt waarom ik zo lange tijd geen Fortnite kunnen spelen, check even mijn Instagram. Ik kan het ook even in de kort uitleggen. Ik ben natuurlijk weer vader geworden en sindsdien heb ik helemaal geen plek meer kunnen vinden. Ook vanwege de baby slaapt ook en zo. Mijn dochter kan de dingen heen slapen. En voorheen kon ik gewoon wanneer mijn dochter sliep of op school was, kon ik dingen opnemen. En dat gaat nu veel moeilijker. Maar vandaar dat ik ook mijn eigen pand heb geregeld en waar ik gewoon alles kan doen, jongens. Dus ik kan niet wachten tot die klaar is. Buiten dat om, jongens, ga genieten van de video. Nogmaals een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. En ik hoop dat jullie blij zijn. Als jullie blij zijn, ik vraag eigenlijk nooit in het begin om likes in de video. Maar laat even een like achter en een comment en geniet ervan. Skida! Oké, jongens, daar vliegen we dan door de lucht. Het moment waar we allemaal op hebben gewacht, inclusief ikzelf, jongens. Fortnite weer opnames, man. Ik heb zin om dit weer met jullie te doen, man. Ah, we zijn er weer, man. En je ziet waar we gelijk naartoe gaan. We gaan gelijk naar Shifty Shafts. Het is een beetje bevroren daar zo. Maar alsnog ben ik daar de burgemeester. Ik heb een paar maandjes even weg geweest, maar ik ben er weer. En ik heb gelijk zin om mensen te knallen. Wow, mensen hebben alweer wapens. Ook iets een gekke outfit heb ik. Ik weet niet waar die is met zijn bek, maar we gaan hem neerhalen. Ja, ik vind natuurlijk weer niks. Oh, een shot die. Niks gezegd. Die gaan we pakken. Oh. En die gaan we even hier neerzetten. Deze hier. Hij moet ergens hier zijn. Oh, ik hoor hem al. Oh. Oh nee bro, je wil geen beef. Ik heb gehoord dat je hartstikke moe bent. Oh, maar is die daar ergens? Zo, dat was schil. Bam, slapen papa! Het is hartstikke koud, je krijgt een dubbele deken erbij. Jawel! De eerste keer was binnen. Oh, ik hoor nog iemand. Op dreef. Jawel, QC is back. Heerlijk. We hebben alleen leven nodig. Oh jongens, als ik zeg dat ik dit heb gemist, dan ben ik echt serieus. Heerlijk, jongens. Oh, nee toch. Ik moet wel even eerst leven pakken, man. Sowieso dit even. Kom alsjeblieft, spring eroverheen met je ass. Oh, hij is bij vliegtuig hier gekomen. Ah, laat hem alsjeblieft weer vliegtuig pakken. Dan gaan we hem blazen. Ik wil eigenlijk niet bouwen daar. Misschien weet hij nog niet dat ik er ben. 75 leven bevalt me alleen niet. Oh, een scar. Heb ik die net gewoon geskipt? Nou jongens, nog steeds lekking, maar dat maakt niet uit. Een beetje paddelspak hier zo. Oh, ga maar in je vliegtuig. Bam, ook slapen. Oh, we zitten al op 3 kills. Heerlijk, jongens. Oh, we hebben een chuk. Die nemen we eventjes in.
Jawel, jawel. We gaan gelijk fully live. Oh jongens, slaapseizoen is hier. Jawel. Oh, heavy sniper. Heavy sniper. We zijn ook fully live. Ja, jongens. Oh, man. Dit voelt zo heerlijk weer om opnames met Fortnite. Ik heb wel de laatste tijd, ja, niet zo vaak, maar dat ik soms even tussendoor kon spelen, maar niet echt opnemen. Heb ik een beetje geoefend dat ik dacht van ja, als ik weer Fortnite ga opnemen, moet ik toch wel weer een beetje, hè, op level zijn. Maar je ziet er 3 kills. Dat gaat niet slecht. En dan moeten we even kijken waar we naartoe gaan. Kijk wat met de cirkel is gebeurd. Oké. Okay. Oh. Land maar weer. Oh, ja, dit is een landing. Dit is een landing. Oh, ik hoor een kist hier. Maar waarom is het hier open? Is het een loktrucje of zo? Oh, een medkit. Eigenlijk moet ik die wel meenemen in plaats van deze. Oh, maar minis zijn ook belangrijk, man. Shit, wat ga ik doen? Ja, ik denk toch voor die 3 minis. Medkit duurt best wel lang. Tijdens een fight kan je die minis veel beter gebruiken. Oh, ik zie iemand lopen daar. Die gaan we proberen te schieten. Alsjeblieft, sta stil. Ga een boom hakken. Alsjeblieft, ga een boom hakken. Oh! Die is geraakt. Oh! Dat scheelde niet veel. Oh nee, ik moest hem schieten hier. Kan ik hem raken hier? Nee, iets te laag. Shit, 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 shit. Had een mooie kill geweest. Bam! Slapen! Van heel ver, jongens. Oh, die heeft een heerlijk dutje gedaan. Jawel, papa. Slapen.nl is terug. Nieuwe korting op de website. Oh, dit is lekker, man, papa. Dat was een mooie schot. Ik weet niet hoe ver die was, maar... Hij was wel ver. Oh, nee, toch? Er is nog iemand daar. Willen ze een stapelbed? Ze willen een stapelbed. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Oké. Oeh, je hebt nog geluk met je hoofd. Oh, je bent ook een sniper geworden. Maar je raakt je niet, man. Moet even oppassen, want ik leid mensen nu af hier. Ik laat mensen weten dat ik hier ben. En dat is fucked up. Zie je, van mij werd er al van 2 kanten geschoten. Of hij raakte dat. Hij schiet ergens daar, dus er is ook iemand hier. Dat scheelt toch niks? Moet er oppassen, jongens. Oh, nu gaan ze bouwen. Ik had eigenlijk hier ook moeten bouwen. Ik sta veel te open, maar alsnog, ik ben gierig voor die. Wat is dit voor domme shit? Bam, ook slapen! Ik zat zomaar te stressen hier. Zomaar te stressen. Voor niks. Maar hij is dood. Wow, wat heeft hij links gedaan? Hij wil mijn gebouw weghaald. Als wie kijkt het diepers? Ik raak je nog als eerst, man! Ah, oh, ik had toen nog maar één keer goed.
doel te raken, maar ik moest ook mijn andere wapen pakken! Ik was zo fucking lekker bezig! Ja, ik hoop echt dat al jouw kerstcadeaus kapot zijn gegeten of zo, of kapot zijn gestampt of zo, man. Ah, godverdamme, man. Nou jongens, daar zijn we dan weer. Net ging hartstikke lekker. Alleen, ja, ik wou... Dit, ik proefde die victory, man. Ik kwam er dicht in de buurt. Het zou een hele sterke comeback zijn. Ik moet zeggen dat dit, wat ik net heb gedaan, ook een sterke comeback was, hè. Maar we gaan het gewoon nog een keer proberen. Ik weet niet wat dit voor Sonic Ring is, maar ja. We zien het wel. Oh, laat mij op deze dak eindigen dan, want dat is gelijk... Oh, het is gelijk een score, het is gelijk een score, jawel. Bam! Paar kogels en je bent neer, papa. Oeh, dat is gelijk een leuke wapenzet. Shit, daar was iemand. Ik moet oppassen, man. Mijn wapens staan ook verkeerd. Die moet zo. Die moet zo, die moet zo. Deze moet opgedronken worden. Ik heb trouwens nog nooit zo'n steurig gebruikt. Moet ik zeker weer dit neerzetten. Oh, dan moet ik erop gaan zitten zeker. God, wacht maar. Oh, wat wil jij gaan doen, papa? Kom, kom, kom. Oh, jullie gaan op elkaar schieten? Bam! Door de lucht geschoten! Oh, nee, dat is een klamboe! Dan slaap je in een klamboe, papa! Oh, zo schrik me de tering, man. Doe eens normaal, man. Ik heb bijna een hartverlamming hier zo. Hij heeft wel een heel, heel zwaar geschud daar zo, man. Ik weet ook niet wat hij probeert daar. Hier, laten we een beetje uitvechten. Ik moet een beetje hout gaan hakken, man. Anders kan ik niet bouwen. Oh, hij is nog steeds op mij. Rot op, man, joh. Ik probeerde mee te bukken, dat sloeg nergens op. Oh, nu heb ik ook een sniper. Pas maar op. Pas maar op. Oh. Oh, jullie zijn met elkaar bezig. Alsjeblieft, sta stil. Oh, deze heeft mij ook gezien. Bam! Ook slapen! Ook slapen! Lekker, jongens! Oh nee, hij heeft zo'n hele ding gebouwd. Rot op. Oh, hij is nog met haar bezig. Even kijken wat jij hier hebt achtergelaten. Oh, we zijn ook nog in een beef. Even goed de zijkant in de gaten houden. Oké, ze zitten lekker in de safe zone. Ik weet niet wat die dingen daar gaat doen. Oh, oh, dat wordt even volle leven. Oh, ook nog een slurpie. Ja, ik moet één gebruiken, man. Weet je wat, ik gebruik deze gewoon. En dan moet ik mijn sniper niet vergeten. Maar ja, ik moet natuurlijk hout hakken. Dat was ik aan het doen. Ik was zo afgeleid. Oh nee. Hé, hey, kabelbaan. We kunnen straks omhoog. We moeten wel even hout hakken, man. Anders staan we heel onstabiel. Ik vertrouw die achter mij niet. Nee, wat doe ik? Kom maar, bitch.
Bam! Slapen! Wie de fuck denk je dat je bent? Voor alles oppakken. Dank u, zoon. Die heb ik even mooi naar beneden geschoten, jongens. Laat even in de comments weten of jullie dat ook hartstikke mooi vonden. Hij heeft me ook geraakt, dus ik kan gelijk die slurpje innemen. Where's the slurp, where's the slurp? Oh, we hebben weer 4 kills, jongens. Eerlijk, comeback season is sterk. Jawel. Deze zouden we zomaar kunnen winnen. Zo, dit is wel een pissie lopen, zeg. Ja, we gaan het gewoon doen. Volgens mij moet ik het wel halen. Ik heb al mijn wapens gereload. Maar ik zei het, jongens, ik voelde gewoon dat iemand in mijn rug zat. Trouwens, ik moet niet terecht een stukken doorlopen, want dan ben ik zo makkelijk doelwit, zo makkelijk te snijpen. Alles is gereload. Hoe kan ik maar 33 van dit soort kogels hebben, maar heb ik net geen kogels opgepakt of zo? Oh, daar loopt iemand, daar loopt iemand. Oeh, ik weet niet wat die van plan is. Oeh, daar is ook iemand. Shit. Ik weet niet wat die guy daarboven van plan is, wat hij heeft gedaan. Ik hoop niet dat hij op deze berg gaat zitten kijken, want dan ben ik de lul. Zo moeten we om die berg heen. Oh, daar loopt ook nog iemand. Dus we hebben iemand daar, we hebben iemand daar en we hebben iemand hier. Oh, mensen schieten op elkaar. Ja, dit is spannend, jongens. Lekker openbaar lopen. Oh, daar zijn nog meer mensen. Oh, mensen schieten daar op elkaar, oké. Maar hij moet ook rennen. Hij gaat sowieso over deze berg heen komen. Als hij over me heen gaat springen of naar beneden gaat bouwen, dan kan ik hem nakken. Oh. Oké. Hij heeft zijn focus ergens anders even. Oké, er wordt geen focus op mij gezet. Snel eroverheen. Oh, bitches, motherfuckers. Oké, dat is een beetje gescand. Gaan we op die berg kijken. Oeh, ik zag iemand daar. Misschien heeft hij mij ook gezien. Ha, hij heeft me gezien dus. Pleurishond. Hoezo slaat hij verder? Oh nee, die storm komt. Nog 3 man over. Ik ga sowieso gesandwiched worden. Yikes! Jongens, ik vertrouw dit niet. Weet dat ik weer de lul ben? Oh, iemand is bij dat huisje. Dat is 1. Hoe? Hij schiet op hem. Oh yes. Kom naar de feit. Zijn mensen. Oh, hij heeft hem dood. Zo, je weet dat ik hier ben, jongens. Het is spannend, man. Dit is 2-2. Jongens, dit wordt een victory. Hij is bang. Hij is bang, jongens. Je wordt een victory. Je wordt een victory. Bitch. Is hij nou naar boven gegaan? Oh, ik had hem bijna.
zou hem hebben! Ik was hier voor die loot! En dat nu zo'n teringblasje doen ook. Dit was hem, jongens, dit was hem! En ik zag het niet. En hij hoorde het, hij wist, yes, ik heb hem. Hij was aan het wegrennen, ik had hem bijna! Oh, wow. Oh, waarom ben ik zo, waarom heb ik het niet gezien, man? Waarom heb ik het niet gezien? Oh, nee, toch. Ik kan het gewoon niet geloven. Dit is echt, dit slaat nergens op. Ik zou hem winnen. Hij was bang. Hij wist niet meer wat hij moest doen. Hij was helemaal klaar. En ik ging gewoon een trap in. Nee, hier baal ik echt van. Dit was het. Dit was hem. Ik kan mijn ogen gewoon niet geloven. Ik had hem. Ik loop gewoon in zijn trap en ik heb die trap daarvoor nog gehoord. Nee, ongelooflijk dit. En ik wil alleen gier voor die heavy sniper gaan. Voor die heavy shotgun bedoel ik. Jongens, hier zit ik dan en ik moet nog steeds een beetje bijkomen. En ja, ik voelde hem al helemaal op het laatst, maar ik dacht ja man, het ging er helemaal door mijn hoofd. En ik dacht ik kom gewoon weer terug met Fortnite en bam, gelijk met een victory. En ik dacht slaap precies gelijk perfect terug, maar... Kijk wat er gebeurt, man. Niet te geloven. Maar in ieder geval, jongens, ik denk dat we niet kunnen ontkennen dat ik niet eens zo slecht speel. En ja, ook de laatste keer heb ik ook gespeeld. Dat was hè, in de tijd dat ik eventjes soms even de tijd heb om te spelen, maar niet echt voor opnames. Speelde ik een paar dagen geleden, kwam ik s'nachts van optreden, speelde ik even snel. En toen had ik ook gelijk een victory te pakken. Dus jullie zien het, man. Het gaat lekker. Het gaat denk ik beter als voorheen. Vraag me niet hoe. En ja... Het is gewoon heerlijk, man. Dus ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, te subscriben. En dan zie ik jullie de volgende keer, man. Ik hou van jullie. Later. Ka!